voelde me een jaar geleden, toen ik een stuk zwaarder was, een stuk gelukkiger dan wat ik me nu voel. En dan raak ik al in paniek terwijl er niks gebeurd is. Ja, ik weet gewoon dat er in mijn koppie het soms anders gaat dan bij andere mensen. Dat is denk ik ook wel een beetje iets wat wij uit de familie hebben meegekregen. Ik ging ook niet op date, want ik dacht, ja, het maakt me niet uit of je broers of zussen hebt. Laten we zo zeggen, ik zit niet alleen thuis. Voel je je soms wat overweldigd door gewoon alledaagse chaos? En heb je misschien behoefte aan wat vrienden die je daarin kunnen ondersteunen door hun ervaringen te delen? Helaas kan ik je daar zelf niet direct mee helpen, want ik ben eerlijk gezegd ook nog een beetje zoekende. Maar juist daarom wil ik graag in gesprek gaan met mijn gasten en luisteren naar hun perspectieven en ervaringen. Samen staan we sterker dan alleen, zeggen ze toch? Mijn naam is Sheda en dit is That's What She Said. Lieve Vief, welkom. Ik vind het oprecht heel erg leuk dat we dit kunnen doen samen. Ik doe iedereen altijd even kort introduceren en ik vind het niet te serieus. Maar deze zeg ik eigenlijk bij iedereen. Ik weet er nog geen goede term voor, maar ik gooi hem er gewoon in. Je bent influencer. En ik vond bij jou, toen ik je even ging opzoeken, want ik dacht dat ga ik toch eens een keertje doen. Jij bent creatief ondernemer. Ja, klopt. Ja, je hebt een eigen kledingmerk Vive. En je bent mede-eigenares van mijn management, waar ik ook bij zit. En daarnaast ben je mijn nicht. En ik dacht, misschien moeten we dat nog één keer even uitleggen. Want, hoe dat zit. Ja, dat vinden mensen altijd heel lastig. Ja, hoe wij familie zijn. Ja, hoe dat dan zit. Zal ik het doen of ga jij het doen? Ja, leg jij maar uit. Jouw moeder en mijn vader zijn broer en zus. Ja. Dat veel is moeilijker is het niet. Zo makkelijk is het. Ja. Alleen is mijn tante, dus de moeder van Sheda, getrouwd met een Iraanse man, waardoor we niet heel erg op elkaar lijken. Nee, wel, en ik innerlijk een hele andere achternaam. Ja, dat ook. Dat is vaak heel verwarrend. Ja. Ja. Dus we lijken niet op elkaar, behalve onze humor en onze heupen, denk ik. Ja, en bepaalde dingen lijken wel op elkaar, maar qua uiterlijk, snap ik wel dat mensen dat niet zien. Hoe is het met je voor de mensen? Nou, nu dat je het vraagt. Leuk dat je het vraagt. Over het algemeen goed, alleen werd ik vanochtend wakker en toen dacht ik, baal sowieso dat het altijd maandag is. Mm-hmm. Ik heb echt een hekel aan maandag. En ik had eigenlijk even een KUT-dag. Ja? Slecht geslapen, nachtmerries gehad en ik werd wakker met echt een soort van huiloogjes. Ik dacht, even helemaal geen zin in deze week. Dus nou ja, eigenlijk dus helemaal niet zo goed. Oh nee, nou, wel eerlijk dat je dat zegt. Doe jij dat altijd als mensen vragen hoe is het met je? Zeg je dan snel... Ik zag vanochtend zag ik daar een meme over. Dat er stond, how are you? En dat er dan één boxje stond er good. En een ander boxje stond over sharing. Oh ja. Ja. Dus dat toen dacht ik, oh, ja, daar kon ik mezelf wel vinden. Soms zeg je gewoon goed en soms komt echt alles eruit. En dat iemand zit te kijken en denkt van, moet me eigenlijk helemaal geen flikker. Maar heb je nu iets gedaan waardoor je hebt kunnen herpakken? Want je bent hier wel, je had ook kunnen afzeggen. Ja, helaas moet ik me steeds herpakken. Ik zou het liefst de hele dag in bed willen liggen met Love Island op, maar ja. Het ergste is, je denkt dat ze nu een geintje maken. Nee, dat is echt niet zo. Ja. Ja, we lachen maar. Ja. Plus, ze waren de steigers bij mijn huis aan het opbouwen voor iets met de buren. Dus toen dacht ik, ja, ze ook niet heel ontspannen liggen, dus ik ga de deur maar uit. Ja, ik moet even vanavond dan... En ik wilde jou niet teleurstellen en ik moet straks naar de zaak, dus... Zo lief. Nou, het is eigenlijk wel een beetje in lijn met waar ik eigenlijk elke podcast mee begin. Ik heb zelf nu een tijdje dat ik wat minder lekker in mijn vel zat ook. En toen ben ik op een gegeven moment begonnen met mijn biggest blessing en mijn biggest worries op te schrijven. Om een beetje voor mezelf overzicht te creëren, maar ook ja, gewoon misschien een beetje relativeren. Doe je dat echt? Ja. Elke ochtend of avond? Nee, gewoon als ik er behoefte aan heb. Eén keer in de maand dus? Eén keer gedaan, nee. Ja, één keer gedaan. Weet je wat? Hè? Nee, maar wat is op dit moment jouw biggest worry dan? Mijn biggest worry now... Zo, ook meteen in het Engels doorgaan. What I feel right now. Oh, maar dat is wel echt even een momentje om na te denken. Is dat ik graag wil dat mijn merk... succesvol is. Ja. Nou gaat het supergoed. Maar dat is wel... Er zit heel veel tijd en geld in. Dus ja, dat heb je dat onderschat? Ja, heel erg. Het is echt een kledingmerk hebben is echt niet niks. Ja. Plus daarnaast nog met de agency en jullie bezig zijn en mijn eigen social media. Ja. En ik moet toch wel zeggen dat het single life
wel iets meer ups en downs met zich meebrengt dan in een relatie zitten. Ja. Relatie is heel veilig en daar hou ik van. Ik hou van zekerheid, ik hou van comfortabel. Ja. En nu weet ik niet waar ik morgen aan toe ben en dat is helemaal niks voor mij. Mm. Ja. Hoe lang ben je nu vrijgezel? Weer? Sinds juli, ja. Half juli zoiets. Ja. Zo eventjes. Had jij dat gelijk, dat gevoel van... voor mij is dit een beetje te instabiel? Of heb je een periode gehad dat je ook wel dacht van... I got this, of dit voelt wel lekker, of... Nee. Nee, ik dacht... Ik dacht wel van, oké, ik ga nu in een soort van avontuur stappen voor mezelf. En ik dacht dat ik heel sterk in mijn schoenen stond. En toen kwam ik er gaandeweg toch wel achter dat ik dacht van... toch best wel... pittig. Ja. En wordt er toch weer een spiegel voor gehouden. Ik leerde heel veel van. Alleen, het is niet veilig. Ja, daar wil ik het zo ook nog even wat meer over hebben. Om nog even, wat is je biggest blessing op dit moment? Mijn biggest blessing is dat eigenlijk, en dat laat ik mezelf ook steeds beseffen, het feit dat ik en de mensen van wie ik hou om me heen gezond zijn. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb een fijne carrière, ik heb fijne vrienden. Dus dat is allemaal heel safe. Ja. Dus ik moet niet vergeten dat dat iets is waar ik heel dankbaar voor moet blijven. Dat is ook iets eigenlijk wel stabiel en zeker. Ja, dat, ja zeker. Dat, wel, ja. Ja. Dat dan ook weer wel. Ja. Ja, want ik wilde het daar sowieso ook met je over hebben. Veel mensen kennen jou waarschijnlijk van waar je voor staat... body confidence. Ja. Maar ik heb het gevoel dat eigenlijk misschien sinds dat je relatie verbroken is, dat ook wat meer staat voor zelfliefde. Ja. Nog in de bredere zin. Misschien ook wat voor meer mij, mentale. Ik denk dat het de naam body confidence aan werd gegeven omdat ik wat voller ben. Alleen voor mij is het al langer gaat het om zelfliefde. En ik denk dat body confidence een verlengstuk is van mentale gezondheid en lief voor jezelf zijn en jezelf accepteren. Ja. En voor mij is het daar altijd al om gegaan. Alleen wordt het nu steeds duidelijker, ook omdat mijn lichaam heel erg veranderd weer is. En dat ik dus, ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat het echt vanuit mijn hoofd komt hoe ik me voel en niet om hoe mijn lichaam daaruit ziet. Dus ja. Het is niet het uiterlijk, het is echt alles wat er in het kopje gebeurt. En je zegt dat je lichaam is veranderd, hoezo? Nou ja, ik weet nog wel, toen jouw break-up was, nou, toen was je ook heel veel afgevallen, gewoon puur door het rouwen en de pijn. Ja. En toen dacht ik, nou, dat gaat mij niet gebeuren, ik hou zoveel van eten. Ja. Jij zei toen ook van, ik ben een emotie-eter, dus dan, dat zou mij niet dat gebeuren. Dat zou mij niet overkomen. Alleen het Ibiza verlaten, je liefde achterlaten, ook een hondje. En toen, een paar weken later, was ook... Toen ik eigenlijk mijn kat wilde ophalen, die naar Nederland wilde brengen, was er eentje vermist, die nog steeds vermist is. Ja. Dus ik was eigenlijk continu een beetje aan het rouwen. En ik heb gewoon 3 maanden op Joe and the Juice geleefd. Ja. Het enige wat ik kon eten waren appelpartjes, een smoothie en 2 happen van een zo'n tomaat sandwich of zo. Ja. Puur omdat ik gewoon echt heel verdrietig was en stress voelde en pijn. Dus ja, ik ben heel veel afgevallen daardoor. Wij hebben het hier ook wel eens over dat je dan soms complimenten krijgt van... oh, je ziet er goed uit, je bent afgevallen. Ja, maar ik voel me eigenlijk meer kloten dan ooit. Ja. Maar thanks. Ja, ja, van oh, je ziet er goed uit. En denk ik, ja, het is echt een masker wat erop is gezet. En ik voelde me een jaar geleden, toen ik een stuk zwaarder was, een stuk gelukkiger dan wat ik me nu voel. Ja. Dus ja, waarin is dat... Waarin zie ik er nu dan gelukkiger en voor sommige mensen ook gezonder uit? Ja. Je hebt ook wel vaker al gedeeld, en ik weet dat natuurlijk sowieso, dat je in het verleden ook gestruggeld hebt met dat afvallen en dat door je werk, door je modellenwerk. Triggert dat nu nog iets? Of hoe voel je je daar nu bij, dat je bent afgevallen? Ik moet zeggen, bij mij, door modellenwerk is er natuurlijk, zit er best wel wat pijn en trauma op. Ja. Dus als mensen dat zeggen, ook al bedoelen ze het goed, is er toch weer wat oud zeer en... Een stemmetje in mijn hoofd wat zegt van... oh, zie je nou wel dat je meer waard bent... als nu je dat je bent afgevallen. Of, en dat mensen dan toch je
mooier vinden nu? Of van, oh, toen was je niet mooi. Misschien speelt dat gewoon allemaal in mijn hoofd af. Ja. Maar het is wel steeds weer iets wat je voor jezelf inderdaad moet oplossen. En tegen jezelf moet zeggen van, nee, ik ben goed. Weet je wel, no matter hoe mijn body eruit ziet. Hoe... Kan je daar echt nog verdrietig van worden? Nu? Want je hebt best wel een lange journey. Dat voel je nog steeds wel. Ja, ik voel nog steeds. En ook nu met een nieuwe liefde zoeken... merk ik toch dat daar nog wel wat onzekerheid op zit. Ja. En waar ik nog steeds aan kan werken. Dus, ja. Je wordt je weer heel bewust, denk ik, van je fysiek ook als je vrijgezel bent en in die markt. Nou, het was wel grappig, want ik was altijd degene die echt superveel scheid had en de raarste dingen online zette. Ja, Jacqueline Tapje. Ja, en onderkin, boeren, het maakte allemaal niet uit. En... dat verwacht ik dan ook een beetje van mijn vriendinnen. Van ja, het moet toch kunnen. En jullie zaten zo van, nou sorry, ik ben vrijgezel. Zet maar even niet online. Ja. En ik echt dacht van ja, bullshit. Iemand moet je ook leuk vinden zoals je zo bent. En nu, ik heb er nog steeds wel soms scheid aan. Maar ik ben er wel ietsje bewuster van. Ja. Dat ik denk van... Wat toch ook wel knap overkomt. Ja, ja, weet je, als je iemand net leert kennen, dan heb ik zoiets van, ja, dit zijn dingen die je misschien over een jaartje mag zien. En dan hoef je niet meteen de eerste week te zien. Nee, even rustig beginnen, voordat dat masker valt. Ja, maar het is ook wel weer mij, dus ik wil dat ook gewoon doorzetten. Ja. En wat doe je op die momenten dat je voelt dat negatief over jezelf weer naar boven komt? Kan je daar een beetje uitkomen? Ja, steeds meer. Vroeger had ik dat veel minder. Mm-hmm. Nu heb ik dat steeds meer. Alleen, ik heb gewoon nog steeds therapie. Mm-hmm. En ik zet even een lekker nummertje op van Lizzo. Ja. Die is echt heel lekker empowerment. Ja. Maar, nee ja, kijk, zie je zelf nu ook wel dat ik weer dan in zo'n periode soms kan zitten dat ik denk van... Ach, Gedver, even helemaal nergens zin in, weet je wel. Ja, jij bent ook echt, jij bent een beetje zoals ik. Wij gaan dan het liefst gewoon, ik ga op de bank liggen, jij in bed. Ja. Gewoon met niemand praten. Nee, telefoon uit, serietje aan, lekker eten bestellen en gewoon zoek het maar uit allemaal. Mensen denken vaak dat dat een ongezonde manier is van met je problemen omgaan. Tenminste, dat hoor ik best wel vaak. Want ik kan mezelf ook echt opsluiten en dan hoor je ook een paar dagen niks van mij. Maar voor mijn gevoel werkt het voor mij. Ik kom dan op een gegeven moment terug en dan ben ik weer oké. Ja. Hoe voel jij dat? Ja, ik ben dan ook wel weer dat ik af en toe denk van nou, niet miepen, trek even, ga douchen, trek wat leuks aan, make-upje op en iets leuks gaan doen. Ja. Dus bij mij is het meestal momenten om een beetje ook een soort van beetje antisocial te zijn en even niet te veel prikkels te krijgen. Maar jij kan je wel echt een hol verstoppen, toch? Ja, daar ben ik heel goed in. Ja. Ik kan echt van de aardbodem verdwijnen voor een week en dan dat ik alleen de dingen voor werk doe die ik moet doen en dan sociaal gezien... Maar ja, ik weet niet wat dat is. En dat is iets waar ik ook aan werk. Want het is voor je omgeving wel heel vervelend. Ja. Dat mensen van je houden, die willen je vaak helpen. Maar ik kan dat dan gewoon niet toelaten of zo. Ik weet niet waarom ik dat heb. Dat is iets waar ik nog in een ontdekkingsreis zit. Ik heb dat ook gehad hoor. Vroeger wist echt niemand dat ik me zo shit kon voelen. Ja. En dan nam ik gewoon afstand. En dan was dat dan gewoon zo. Ja. Nu geef ik wel gewoon aan van... ja. Ik zit er gewoon echt even helemaal doorheen. Ja. Jij bent daar inderdaad wel beter in. Jij zegt letterlijk tegen ons als vriendinnen van... Want ik weet niet of mensen dat weten, maar naast dat we nichtjes zijn... gaan we ook heel veel met elkaar om. Ja. Maar inderdaad, dan laat je ons als vriendin ook gewoon weten van... ik voel me echt shit, jongens. Ik wil nu gewoon niet alleen zijn. Ja. Ja, ja dus en ik denk dat dat wel... Dat heeft voor mij echt veel gedaan dat ik ging delen. Dat ik gewoon af en toe... me echt heel vervelend voelde en veel verdriet voelde en even niet met mijn eigen emoties om kon gaan. Ja. Waardoor als je liefde krijgt, dan ga je snel een stuk beter voelen. Ja. Al voel ik mezelf nu soms wel net iets te veel weer voor mensen, dat je ook niet andere mensen wil belasten met jouw drama, die soms echt helemaal nergens opslaat. Want ik kan super erg overtinken en dan denkt iemand echt van, ja, jij zei laatst ook van, schat, nou ga even een podcastje opzetten, ga even een serietje kijken. Ja. Want je bent nu de hele tijd hetzelfde dramaatje in je hoofd aan het houden. Ja. Maar daar kom je dan op zo'n moment echt zelf echt niet uit. Nee. Maar het is dan ook wel weer fijn dat jij dat doet. Ja, wat dat betreft zijn we ook wel anders. Ik denk sowieso, ik was altijd heel hard en ik begin iets softer te worden. Ja. Maar ik was altijd wel... als je iemand nodig hebt om te relativeren, dan ben ik wel de persoon. Maar soms ook wel net iets te... Ja, maar het is af en toe wel lekker hoor. Want af en toe moet je gewoon even zo...
Ja, normaal doen. Ik denk dat je ook verschillende mensen nodig hebt in je kring. Dat de ene kan je gewoon voor dat bellen, de ander heb je nodig op zo'n moment. Misschien is dat het ook een beetje. Ja. Als jij behoefte hebt om gewoon alleen maar te knuffelen, ja, dan ben ik vaak niet je persoon. Nee. Maar misschien als jij nu, weet je wel, nu dat je zelf een beetje met dingetjes in je hoofd zit en dat je daar aan gaat werken, dat je daarin ook. Ja. Ik was helemaal niet knuffelig en nu als iemand mij niet lang genoeg knuffelt, denk ik echt van, hou je niet van mij? Ja, ja. Waarom laat je nu al los? En ik was die persoon, ja, dus dat is wel grappig hoe dat kan veranderen. Ja. En wat doe jij nu bewust om die, om uit die rotperiode te komen? Nou heb ik gelukkig die periodes dat ik me slecht voel veel minder. Of zijn ze echt kort? Meestal zeg ik ja, het duurt ongeveer 2 weken. En het is 1 keer in de 6 maanden dat het gebeurt dat ik even echt helemaal ervan af lig. En nu als ik dan gewoon zo wakker word en echt denk van, ik heb er even helemaal geen zin in. Ik wil gewoon huilen en in bed liggen. Ja. Dan, wat doe je? Ja, ik doe het dan dus niet. Soms doe ik het dus wel, maar... Ja, het is maandag. Ik heb gewoon verantwoordelijkheden. Ja. Ik moet mezelf bij elkaar rapen en gaan. Neem even versje jus. Bel een vriendin op en dan voel ik me soms snel alweer beter. Maar hoe voorkom je dan dat je niet in een burn-out komt? Want dat is als je jezelf voorbij loopt. Dat is dan toch wel de therapie die ik heb. En momentjes voor mezelf creëren. Dus ik ga dan even lekker in bad en zet zo'n ontspanningsmuziekje op. Ja. Of ik ga juist alleen maar even iets doen waar ik super happy van word. Ik ben een stukje spiritueler geworden in de laatste jaren. En ik merk dat ik als ik dan ga mediteren... Deel je dat wel eens? Sporadisch, maar mensen weten het, maar het is niet heel... Want het heeft jou wel echt veel gebracht voor mij. Ja, ik sinds het moment dat ik ben gaan beseffen dat er een universum is die mij... soort van leid in het leven, heb ik veel meer rust gekregen. Mm-hmm. Ik zie dus continu 10, 10, 11, 11 staan, dan zeggen mensen, ja, je zit gewoon veel op je telefoon. Dan denk ik, ja, nee, want ik pak mijn telefoon en het staat er, weet je wel. Maar het maakt ook niet uit, want het geeft jou houvast. Ja, elke keer mag ik dan een wensje doen van mezelf. Dus op die momenten doe ik zo'n wensje en dan heb je eigenlijk je biggest blessing ben je aan het doen. Ja. Je wordt gewoon een stuk bewuster daarin van het leven. Ja. En als ik een moment heb dat ik heel happy ben, dan bedank ik het universum daar ook voor dat ik dat krijg. En het manifesteren van dingen. Dus echt zeggen van, weet je wel, dit zou ik graag zo willen zien. Of ik hoop dat mijn leven er zo uitziet. Of mijn nieuwe relatie, weet je wel. Ja. Dus dat werkt gewoon heel erg voor mij. En dat zijn een soort van bewust momentjes. En dan heb ik mijn stenen vast en mijn aura spray. Ja, maar hier maken we altijd geintjes over van, nou, Heffy voelde zich rot, dus ze gaat weer met haar stenen even liggen. En dan hou jij van die stenen hou jij vast. Ja. Maar het is oprecht wel echt heel mooi om te zien hoe dat jou... ik zie gewoon echt een switch in jou, dat het iets met je doet in een positieve zin. Ja. We waren een keer ook bij Fashion Week en het was heel hectisch en druk en lange dagen. En je was zo even niet jezelf en je voelde je rot en je ook fysiek uit het zicht bij jou. Je krijgt vaak buikpijn. Ja. En je ging gewoon even een momentje voor jezelf met die stenen. En het was een switch, zag ik gewoon. Ja. Daarna was je weer oké. Ik lag echt als een of andere gek, lag ik op dat bed helemaal in een soort van... de child pose met die stenen. Maar het werkt gewoon voor mij. Ja. Het is echt even een reset. En andere mensen zouden op hun telefoon gaan om te ontspannen. Ja. Of tv kijken, maar dan krijg je alsnog prikkels. Ja. Ik hou stenen vast en ga op mijn ademhaling letten. Maar daardoor reset je je lichaam eventjes. Ja. En wat heb je al ontdekt wat jouw grootste triggers zijn waardoor je dit soort dingen nodig hebt? Op een gegeven moment? Stress. Ja. Ja, stress voor werk, stress in relaties en het onveilig voelen, het onzeker voelen. En dat kom ik dus nu in mijn single leven steeds meer achter. Dat ik zoek echt naar comfort en weet waar ik aan toe ben. En met werk weet ik, weet je wel, met Instagram weet ik waar ik aan toe ben. Met Scala, met jullie begeleiden weet ik waar ik aan toe ben, want ik doe het voor jullie, weet je wel. Maar in Vive weet ik niet... wat we de volgende maand binnenkrijgen en of de rekeningen betaald, weet je wel, kunnen worden. En dan komen er weer samples binnen te laat of een andere kleur. En het is continu
Die kleine stressmomentjes en die triggeren me wel, dat merk ik wel, ja. Eigenlijk ook weer meer onzekerheden. Echt onzekerheden, ja. Dus, ja. Hoe ziet voor jou, als je het even moet omschrijven, een zo'n echt slechte periode, dus die 2 weken? Niet echt geheel aanspreekbaar. Ja. Ik kan wel werken, ik kan wel mensen zien en zo, maar ik ben gewoon wat downer, veel huilen, veel overdenken, niet kunnen eten. Ja. Maar ja, ik merk nu dat ik er dus daar, waar het vroeger jaren geleden, dat ik daar maanden in zat, dat nu gewoon, waait gewoon weer over. En vanochtend ook, dan voel ik me eventjes zo en dan denk ik, het is gewoon even uitzitten, Vief. Want er komt van de week weer een momentje dat je denkt zo, ik ben zo gelukkig. Ja. Dus je kan het al beter relativeren dan jaren geleden eigenlijk. Ja, ik weet gewoon dat er in mijn koppie het soms anders gaat dan bij andere mensen. Ja. En dat kan ik accepteren. Ik vind het af en toe vervelend. Ja. Dan denk ik, ik zou niet zoveel willen voelen. Ja. Zo emotioneel willen reageren op dingen. Ja. Maar aan de andere kant maakt dat ook weer mij. En daarvoor heb ik veel meer passie voor dingen. En kan ik ook veel meer geluk voelen. Want als ik dan dit gesprek kan hebben met andere vriendinnen die zeggen, voor mij is alles gewoon een beetje een soort van tussen vlakker. 2 lijntjes. En bij mij gaat het boven de lijntjes en onder de lijntjes. Maar dat intense geluk wat ik kan voelen, ik kan gewoon letterlijk huilen van geluk. Ja. En dat gebeurt best wel vaak. Als ik dan laatst reed ik op de grachten en de zon scheen en die herfstblaadjes. En er was een meisje, kwam me tegemoet en die moest zo hard lachen. Maar gewoon ik zag gewoon dat ze zo aan het genieten was. Maar ik was op dat moment ook zo aan het genieten. En toen kreeg ik gewoon tranen in mijn ogen. Toen dacht ik, het is toch eigenlijk heerlijk om hier te zijn. Mooi, ja. Zo happy. Dus, die andere kant heb je ook. Ja, zeker weten. Ja, het is niet, het is helemaal niet. Hoe denk je dat dat komt? Want je zegt, ik voel anders dan anderen. Hoe denk je dat dat komt? Ik ben gewoon een stuk gevoeliger. Misschien is het dat ik mentaal anders ben geprogrammeerd dan anderen. Dat is dat het gewoon kan genetisch zijn. Ja, ik kan wel de oorzaak vinden en er een naampje aangeven of het depressie is of weet ik veel wat. Ja. Maar ik kan ook kijken hoe ik er het best mee kan leven en het leukste van kan maken. Ja. Ja, geloof je dat het genetisch bepaald zou kunnen zijn? We hebben het hier wel eens over gehad. Ja, het zou wel kunnen. Ja. Ik heb dat gevoel soms ook wel dat de ener of misschien meer aanleg voor heeft. Ja. Of zo. Misschien dat het meer is. Maar Ik denk ook wel door het leven. Want jij zegt, ik ben best wel hard. Nou, dat kan zijn door hoe het leven je heeft gevormd. Of hoe jij je überhaupt voelt en hoe jij bent. Ja. Maar je ziet nu ook dat het verandert door bepaalde invloeden. Ja. Bepaalde mensen en ouder worden. Dus ja. Ja, inderdaad. Het zijn wel ook externe factoren, denk ik, die want we hebben het er nu over, misschien moet ik iets meer context geven. We hebben het best wel vaak gehad over dat ik een stuk harder ben. Dat ik ben iets minder emotioneel. En op de een of andere manier merkte ik denk eigenlijk voornamelijk sinds wij onze oma zijn verloren, dat ik wat meer emotioneel ik noem het dus labiel. Want zo voelt het voor mij, omdat ik normaal mijn emoties meer onder controle had. Ja. Iets meer menselijk bedoel je? Dat, ja. En omdat ik het dus niet onder controle heb, heb ik dan dus het gevoel dat het labiel is. En daar zit ik soort van in een switch. Maar dat is wel heel interessant om te voelen. Omdat ik dus iets meer voel van wat jij dus. Want ik kan ook ineens huilen van geluk, wat ik echt nooit kon. Nee. Ik kende dat niet. Nee. Dus ik weet niet waardoor, dus dat moet ik allemaal nog uitzoeken. Maar ja, dat is heel, heel bijzonder dat toch. Wij zeiden wel eens van, dat zit erin of dat zit er niet in. Ja. Maar ik denk dus ook dat het wel echt externe factoren kan zijn. Ja, en zeker in de tijd waarin we nu leven met dat we sociaal zo actief moeten zijn. En social media en continu laten zien wat je aan het doen bent. Maar ook zien wat anderen aan het doen zijn. Ja. En al die events en al die, weet je wel, ik denk niet alleen voor wat wij in ons werkveld doen. Maar gewoon voor iedereen is het gewoon, ook de nieuwe generatie, het is zo meer in your face. Ja, wij gingen vroeger op. Ik ging vroeg op MSN om 19:30 s'avonds. Ja. Dan was het een half uurtje chatten. Ja. Maar je had niet WhatsApp waar je de hele dag op moest reageren. Je kende 3 nummers uit je telefoon van je beste vriendin. Ik ging buiten spelen. Ja, en je sprak af en dat was het. Ja. En nu kan je elk moment van de dag iets van iemand verwachten. Maar dat gevoel heb je dus zelf dus ook. Ja. En ik denk dat dat af en toe gewoon te veel wordt voor heel veel mensen. Ja.
je kan de hele dag door... ja, triggers vind ik altijd een moeilijke term. Maar dat mensen je benaderen voor de kleinste dingen. Maar dat kan dan dus al te veel zijn. Ja. En soms heb je... We hadden het hier over. Ja. En dat was voor mij ook een eye-opener. Dat ik geloof heel veel in energieën. Dus je kan een ruimte binnenkomen. Ja. En met iemand staan te praten. Dat je denkt, zo, ja. Ik ben helemaal leeg. Ja. Dat je gewoon iemand aura gewoon even lekker niet kan handelen. Ja. Maar dat heb je dus ook... vind ik, via de app, dat er bepaalde mensen je berichten sturen. Dat je, en ik voel dan gewoon een soort van zenuwachtigheid in me komen. Dat ik denk, ja, dit doe jij dus met mij. Ja. Helemaal niet bewust van diegene. Diegene doet dat niet bewust. Maar kan ook werkmensen zijn. Dat ik denk, ja, dit is me eigenlijk al te veel op de dag die ik al zelf heb. Ja. Maar omdat je continu met die telefoon zit, sta je dus open voor die energie waar je anders voor kiest. Ja. Is dat duidelijk? Ja, normaal moest je inderdaad meer moeite doen om die energie te gaan krijgen van iemand. En nu kan je hem anytime van heel veel mensen krijgen. Ja, ja, dus het is niet alleen maar in real life. Het gaat ook via de telefoon. Ik denk ook dat als mensen op een bepaalde manier... Bijvoorbeeld, ik heb wel eens dat mensen mij een appje sturen met... Waar ben jij? Ja. Zoiets. En dan raak ik in paniek. Ik. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik doe dat echt ja, heel vaak. Leef kan het ook wel eens doen. Die heeft ook mijn locatie, dus dat hoeft hij trouwens helemaal niet te vragen. Maar... Nee, dan is het meer van, wat doe jij? Maar, en dan raak ik al in paniek, terwijl er niks gebeurd is. Het is een kort appje, ja. Maar dan heb ik al stress. Ja, ja, het slaat nergens op. Maar als dat soort dingen een paar keer per dag gebeuren met verschillende mensen... Ik heb dat als mensen vragen, wat heb je gedaan vandaag? Dan denk ik, ik moet nu echt heel erg laten zien dat ik een hele goede dag heb gehad. Ja, nou, ik heb heel veel gedaan, hoor. Heel veel gedaan. Ja. Maar daar wilde ik het sowieso over hebben, want dat is denk ik ook wel een beetje iets wat we uit de familie hebben meegekregen. Nou, kom op. Laten we het over familie hebben. Nee. Ja, wij hebben zo... Trouwens, ik stuur het naar mijn moeder. Ik zeg, ik heb nu een podcast met Shay. Zegt ze, oh, wat leuk. Ik zeg, we gaan het lekker over de familie hebben. Zegt ze, nou, ik kom toch wel weg met een mooi zesje, dus. Oh. Zo schat. Oh, Kaatje. Ja, nou nee, ja, we hebben echt, ik hou zielsveel van ze. En we hebben echt superleuke dingen meegemaakt, ook als hele familie. Maar? Nee, ik wilde het eigenlijk hebben over dat wij zijn best wel vanuit eigenlijk opa en oma, denk ik, opgegroeid met best wel prestatiegericht. Ja, we komen uit een ondernemersfamilie. Ja, ondernemersfamilie. Een eigen bedrijf. Ja. Mijn vader had ook eigen bedrijven nog steeds. Mijn vader en, ook. Ja, de dag dat ik klaar was met mijn studie, werd ik naar de Kamer van Koophandel gebracht. Ja. En ik dacht echt, ja, wat moet ik daar doen, weet je wel? Wat en hij zei, ja, je gaat gewoon voor jezelf beginnen. Nou, altijd heel dankbaar voor geweest. Anders had ik nooit bereikt wat ik nu had bereikt. Nee. Maar ja, nou, daarin ook wel gewoon flink aanpakken. Ja, precies. Ja, en het zijn inderdaad, ik ben daar heel dankbaar voor. Want het heeft je wel, we hebben ook heel veel ambitie daardoor. En je werkt echt naar bepaalde dingen toe. We zijn niet lui. Nee, maar het kan soms wel ten koste gaan van bijvoorbeeld over emoties praten en zo. Ja. Dit soort dingen. Ik heb altijd het gevoel dat wij als nichtjes dingen bespreken die wij niet zo snel met andere leden in de familie, misschien de vorige generatie, besproken zouden hebben. Ja, maar ik denk dat het ook wel echt een generatie dingetje ook, is. Ja, deze. Zeker. En je kan het alleen maar zelf doorbreken, want ik praat best wel snel over emoties. Ja. Nu. Waardoor je ook ziet dat iemand anders terugkomt met over zijn emoties praten. Omdat diegene voelt dat het dus veilig is om te zeggen dat het niet goed gaat. Ja. Je dus kan als kind ook die cirkel eigenlijk doorbreken door er wel over te beginnen. Ja. Ja, natuurlijk is dat misschien als ouders moeilijk om te horen dat je dochter niet altijd happy is. Ja. Maar ja, en dan op een gegeven moment als iemand... Je hebt liever dat ze het wel zeggen, dan heb je er meer controle over dan dat het niet wordt gezegd. Want je hebt het wel eens thuis gedeeld als jij struggelde met je mentale gezondheid. Ja, klopt. Was dat dan, voelde dat dan gek om te delen? Ja, want het voelt ergens dat je als kind je ouders daarmee teleurstelt of zo. Ja. En voor hun natuurlijk ook misschien moeilijk om te horen. Ja. Maar heel liefdevol. En mama doet dan ook als ze weet dat ik in zo'n periode zit, dus een lange tijd geleden, ging ze dan elke dag sturen welk cijfer geef je vandaag? Ja. En langzaam gingen de cijfertjes omhoog en toen zei ze, oh, nu is die voldoende, dan is het dus goed. Ja. Toen waren de appjes ook goed. Ja, maar dat ze inderdaad wat bewuster er misschien van zijn. Ja. Ja, ik merk dat ook wel bij mijn ouders. Mijn moeder is wel wat emotioneler, die kan dat wel wat meer bespreken, maar die voelde zich misschien ook wat sneller bezwaard omdat de rest van de omgeving ook minder zo is. Ja, ik denk dat je moeder en ik daarin best wel gelijk zijn. Ja, mijn moeder en jij lijken wel op elkaar.
heel gevoelig en emotioneel kunnen zijn. En dan als je opgroeit in een familie die dat minder heeft en gewoon wat... En wij zeggen altijd niet lullen maar pellen, maar gewoon... Ja, het is niet lullen maar pellen, ja. Maar het is toch eigenlijk niet lullen maar poetsen? Ja, volgens mij, waar komt dat vandaan? Ja, maar wij zeggen dat... niet lullen maar pellen. Maar ja, het is niet lullen maar van de genalenpellers van vroeger. Ja, maar we komen ook niet uit Zeeland of zo. Dus we komen gewoon uit Brabant. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee, maar ik zeg dat ook en dan word ik steeds verbeterd. Ik weet ook niet waarom dat komt. Ja, ik weet ook niet waar. Heb ik dat niet van jou dan? Ik weet het niet. Goed, je hebt ook het woord rommelig voor mij. Ja, klopt. Ja, we gaan iets te veel met elkaar om. Ik heb ook heel veel dingen voor jou over. Ja, het is zo mooi om te zien, joh. Iedereen die Shayda wat langer kent, weet dat ze altijd met rode lippenstift, grote gouden oorringen, panterjurken en alsters eronder rondliep. Dat vind ik nog steeds niks mis mee, hoor. Hartstikke leuk. En ik was eigenlijk nog iets chiquer en iets volwassener. Klassieker ja. Dan dat ik me nu kleed. Ja. Maar dat is dus steeds meer naar elkaar toe gegaan. Ja, dat is... Jij hebt letterlijk nu mijn jasje aan. Deze is niet voor jou. Nee? Deze heb ik gekregen. Ja. Van dat Adore. Ja. Maar in ieder geval, ik heb we hebben dus hetzelfde ook, jasje. En jij zei, mag ik dingen uit je kast hebben? Dus ja, ik denk, klopt. Nee, en laatst hadden we ook een jasje dat jij zei van, dat is mijn jasje. Ik zei, nee, dat is mijn jasje. Ja. Een soort zusjes die uit elkaar kast. 2 jaar geleden maakten we video's op TikTok dat we elkaar aankleden. En dat was heel grappig, maar nu zou dat niet zo heel nu grappig is, nee, zijn. We zijn ook een beetje gestopt met die serie. Die serie werd altijd heel goed bekeken. Alleen, het is niet meer zo grappig, want onze stijl is heel erg hetzelfde geworden. Ja, ik liep er als een Kardashian bij en jij als een of andere chique Hollywood meid. En nu lijken we een beetje hetzelfde op elkaar. Ja, ja dus, we gaan heel. Ze zeggen toch, met waar je mee omgaat, word je besmet of zo. Ja, ja. Daardoor ben ik wat ordinairder geworden. Er is niks mis mee. Nee, dat vind ik ook niks mis mee. Ik heb wel vaak met mensen die discussie of ordinair een negatief woord is. Nee, ligt maar net aan de lading die je eraan geeft. Nee, ik vind het wel lekker. Ik vind het ook wel lekker nu. Past helemaal bij mijn single life. Ja, nou, laten we daar. Gaan we straks nog even over familie hebben. Hoe is je single life? Zullen we het eerst even hebben over je geweldige podcastnaam? Oh, ja. Ja, dat mag. Ik wil hem nog heel graag even Oh, ja, invoeren. Jij wil inderdaad. Jij ik wil even wil de credits even nemen. Credits, yes. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Hoe is die gekomen? Nou, ik ben maandenlang bezig geweest met het opzetten van de podcast. En door heel veel dingen werd dat steeds uitgesteld. En terwijl ik bezig was met het organiseren, kreeg ik constant de vraag, maar heb je eigenlijk al een naam? En ik vond dat zo lastig. Ik vond alles niet leuk genoeg. En toen waren wij voor, volgens mij, Fashion Week in Parijs. In ieder geval, we waren samen in Parijs. Zaten bij dat Moom. Ja, dat lekkere tentje. Op de Champs-Élysées. Lekker de Eiffeltoren in de bek. Lekker zo'n sushi plate op tafel. Heerlijk decadent. Ja, colaatje zero erbij. Helemaal lekker. We gaan hem ook een keer in ASMR opnemen. Maar, en toen kwam ik ineens met, ik zei iets anders en toen kwam ik ineens met deze naam. Ja. En jij zat zo van... Ja, deze is eigenlijk wel goed, maar moeten we niet verder denken? En toen zaten we zo verder denken en zeiden nee, dit is hem. Ja. Je begon met That's What She Said, inderdaad. Ja. En toen was het van, we zijn in de buurt, maar het is hem nog niet. En toen zei jij That's What She Said en dat was hem. Ja, ja. Hij is echt goed. Ja, ik vind hem zelf echt heel sterk. Ja, hij is echt heel goed. We hebben hem ook niet overal tegen iedereen waar we tegen zeiden, die zei ook van ja, dat is hem. Heel klein schouderklopje voor mij. Die, van de week al, toen we het over hadden dat we de podcast gingen opnemen, was het van, ik wil wel even de credits daarvoor nemen. Ja, ik zou het leuk vinden als mensen mij nu een berichtje sturen om te zeggen dat ik zo kritiek ben. Je kan haar tegenwoordig ook inhuren als bedrijfsnaambedenker. Kan dat? Of quote, captions. Ja, quotes ben je ook, ook ster in. Ja. Sla jij vaak op. Ik ben goed met woorden, laat het daarop houden. Maar hoe ben je met de mannen? Zo kut dit. Ik... Ja, ik dacht, mijn relatie ging over, dat was eigenlijk, mensen hebben daar heel vaak vragen over, omdat wij zoveel van elkaar hielden, maar allebei voelden dat we niet toe waren aan de volgende stap samen. Ja. Want dan kom je dan toch Leef op, ik ben 31 en nu achteraf zien we ook dat we gewoon echt beste maatjes waren. Ja. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dus ik dacht, ik ga dat vrijgezelle leven, weet je wel, 6 jaar in een relatie gezeten, ik ga lekker... Weet je, ja, je had heel erg huisje, boompje, beestje. Ik ga lekker hoeren sloeren, dacht ik. Ik ga lekker daten. Op. Ik ga een harem van mannen creëren, dacht ik. Nummer zo 4 zo. Ja. Voor elk dingetje 1. Gaat één om te lachen, 1 om mee te reizen. 1 voor hele lekkere lekker kleuren. Ja. Maar
toen in de praktijk dacht ik, ik heb zo'n grote bek gehad. Ik dacht, ik word de nieuwe Samantha van Sex in the City. Ja. En het gaat echt goed, totdat ik iets met iemand moet doen. Dus afspreken vind ik best wel spannend. Ja. Dus ik kan heel leuk appen, flirten, in DM sliden. Raya staat echt roodgloeiend, weet je wel. Het is echt swipen to the max. Maar heb je nee. De pro? Dan kan je kan toch een pro nemen bij Raya of een premium? Wat is het? Weet je dat ik dat heel erg is? Dat ik gewoon daar te gierig voor ben? Ja, dat vind ik heel normaal. Dat is hartstikke duur. Eerste week heb ik echt 10 keer skip the weight gedaan. Ik denk dat ik 100 euro heb besteed. Nee. Skip the weight. Ja, ik had even die externe validatie nodig. Ja, even die aandacht. Even. Ja. Maar dat is bij Raya ook wel. Ik schrijf daar nu ook mijn nieuwe column voor Vogue over die externe validatie. Weet je, iedereen liked elkaar. Dan heb je een match. Dan ben je weer even zo. Oh, lekker. Ja, ik ben nog in de game, maar niemand praat met elkaar. Nee. Ja, en dan zijn er heel veel mensen uit het buitenland waar ik dan een gesprek mee heb. En dan denk ik, ja, komt toch leuk over in Nederland. Ja. Maar, laten we zo zeggen, ik zit niet alleen thuis. Ik heb het naar mijn zin. Maar ik doe lekker rustig aan. Gewoon even ook lekker focus op die self-love. Ja, het is toch als je iemand nieuws leert kennen, wordt er wel weer een paar spiegels voor gehouden. Dat je denkt, oké. Ja. Nieuw. Maar het is ook wel weer heel leuk en spannend. Maar wat ik zeg, het is wel, nieuw, onzeker, onveilig. Dat zijn dingen waar jij niet heel lekker op gaat. Ga ik niet lekker op. Dus ik word getest. Je wordt echt getest. En ik kan er alleen maar sterker van worden. Maar, ja. Ik zit hier wel met een lach op mijn gezicht, dus zal wel iets goed gaan. Ik vind het heel moeilijk wat ik hier wel niet over kan vragen. Maar vraag maar. We kunnen het er altijd uitknippen, toch? Nou, wat vind je van... Hoe is het met de DM's? Hoe is het met die DM's? De DM's, ja. Ik word uitgenodigd op ski weekenden in Zwitserland. Die etentjes, concerten. Maar je gaat niet. Maar ik ga niet. Ik reageer ook niet. Het is zo onaardig. Maar ik krijg zoveel stress. Maar waar krijgen ze? Waarom zou je niet gewoon gaan? Dat is toch lachen? Zo eng. Ja, en wat gebeurt er dan? En ik ben druk. Ja, maar dat is een excuus. Ik ben heel druk. Hoe vaak zitten wij met z'n tweeën in het weekend dat wij uit eten gaan? Dat is onzin. Ja, maar dan zie ik liever jou dan dat ik met iemand zit die ik niet ken. Waarvan ik toch al denk van, ik wil mijn lichaam ook niet zomaar aan mannen geven. Ik heb zoiets van, ik wil niet dat ze kunnen zeggen van, ik heb haar gehad. Dus dan moet ik wel denken van, kan ik iets met jou opbouwen of niet? Ja, sorry, dan ben ik dan toch misschien... Ja, je bent iets toch romantisch. Kijk, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan toen je single was. Laten we het houden op anders. Maar dat komt ook door je leeftijd, denk ik. Want toen ik voor de laatste keer single was, was ik ook iets... Losser. En nu denk ik, liefie. Nou, allemaal leuk, maar... Ja, ik was echt niet toe aan vastigheid, relatie. Ik hoefde dat echt niet. Dus dan... Ik ging ook niet op date, want ik dacht, het maakt me niet uit of je broers of zussen hebt, of dat je wat je lievelingskleur is. Ik heb daar geen zin in om iemand te leren kennen, want ik hoef geen relatie. Nee, maar op dit moment wil ik ook nog geen relatie, maar ik ben wel op zoek naar diepgang. En jij zocht naar een hele andere diepgang. Weet je, ieder zijn ding. Je moet wat. Ja. Je bent jong en je wil wat, maar jij blijkbaar niet. Nee, misschien wel. Misschien moet ik gewoon weer heel even... hoe lang is het uit? Ik moet weer even mijn kracht terugvinden. Ik krijg weer een beetje zo die... Ja, maar oud en opnieuw komt eraan. Ja. Elk uur bij dit feest vier je oud en nieuw. Omdat oud en nieuw eigenlijk gewoon altijd een soort van deceptie is, hebben ze een feest gecreëerd waarbij je elk uur oud en nieuw viert. Ja. Vet gezellig. Degene die het hebben georganiseerd, heb ik voor gewerkt. Dus we kennen ook zo'n beetje iedereen nu in de jaren. En dus gewoon elk uur champagne poppen en elk uur tongen met vreemden. Ja. Ik ben na 6 jaar weer vrijgezel. Ja. Let's go. Maar ik moet wel zeggen, vorig jaar was ik vrijgezel. Precies niks gedaan. Ja. Ik heb altijd met dat soort dingen, de avonden dat je er druk op legt en denkt van, maar nu ga ik echt. Ik moest even een heel klein boertje laten. We zijn niet anders gewend van jou. Nee, maar ik heb altijd het gevoel, de avonden dat ik dacht van, maar nu gaan we echt met allemaal single meiden uit. En nu gaan we echt even gek. Dat gebeurde vrijdag ook.
ja, vrijdag gingen we met... Ja, nou, ik was niet single, maar dan gingen we uit en ik dacht... Nou, die meiden gaan even helemaal gek. Ja, dan nou, denk ik, ik heb helemaal geen zin om morgen hoofdpijn te hebben. Eindstad zat om 12 uur in de McDonald's. Te huilen. En zat jij te huilen. What's new? En de volgende ochtend zat ik in de Libertine te huilen. Ja, echt. Zo, ja, echt rommelig. Ja, het is echt, het leven is een beetje rommelig, maar voor degene die dit luistert, als jij je ook zo voelt, dan weet je dus dat je niet alleen bent. Nee, letterlijk. Ja, daar zitten we hier voor. Ja, daar zitten we hier voor. Ja. Dat is, gaat je hele podcast om, om te laten zien dat, ja. Ja. Het is ook normaal. Het is ook oké. Ja, het belangrijkste is, hoe ga je ermee om? En waar ik het nog wel over wilde hebben met jou. Benieuwd. Wij komen uit dezelfde familie, maar wij hebben een hele andere opvoeding gehad. Ja, vertel eens wat over jouw opvoeding. Nou, het grappige is, ik was vroeger altijd best wel jaloers op jullie. Sorry, ik verslik me even. Ja. Wat? Omdat ik ben best wel streng opgevoed, Iraanse vader. Ik was op veel fronten, werd ik wat strenger opgevoed. En dan zag ik altijd dat jij veel vrijer, jij ging uit en dingen. Maar jij was ook gewoon ouder, dus dat is logisch. Maar ik was altijd heel erg van, oh ja, maar Fief, die mag dat en ik mag dat allemaal niet. Ja. Hoe keken jullie daar andersom naar? Jullie maakten daar volgens mij ook wel schijntjes om. Alsof wij niks mochten. Ik ben niks tekort gekomen. Maar gewoon iets meer... Ja, ja, ik denk dat jij wel echt een stuk strenger bent opgevoed. Ja. Ik werd best wel vrijgelaten. Ja. Ik heb altijd heel veel met mijn moeder kunnen praten over alles. Dus... Het is ook weer zo typisch dat ik dit ga zeggen. Ik kwam bij mijn moeder... Toen ik mijn eerste vriendje had, toen zei ik tegen mijn moeder... Mama, kan je van voorvocht ook zwanger worden? En toen dacht ze, die heeft de pil nodig. Weet je wel? Alles was bespreekbaar. Ja, echt alles. Dus ik kon het over seks hebben, vriendjes, drugs. Weet je, ook al wilden ze niet dat ik zou drinken of dat zou gebruiken... er was altijd wel een soort van safe space om het erover te hebben. Ja, het mocht wel besproken worden. Ging om mijn 14e al naar de kroeg. Ja, ja, kwam... Kets bezopen thuis, maar dat hadden ze dan niet helemaal door. Maar ja, op een gegeven moment was het ook vrijdagavond en zeiden ze, wil je niet uit? En dan zat ik bij mijn ouders op de bank en zei ik, nou, ik vind het eigenlijk heel gezellig om met jullie idols te kijken. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat het daardoor, maar het ligt misschien ook aan het kind, maar jij was eigenlijk zelf ook best wel makkelijk. Ja, ik was niet rebels of zo, helemaal niet. Maar ja, ik denk dat het wel echt afkomst ook is. Mijn vader komt natuurlijk uit een hele andere cultuur, want mijn moeder was veel vrijer. Ja. En mijn moeder was inderdaad dan ook wel... ja, mijn vader was de strenge, mijn moeder was degene waarbij we dan gingen proberen en inderdaad over dingen dan nog iets meer vertellen. Maar ja, je vertelde ook niet alles, omdat je wil ook niet dat het dan bij je pa terecht komt. Nee. Heb je veel dingen stiekem gedaan? Ja, maar ik denk, dat is misschien, ik weet niet of dat iets Iraans is of misschien wat meer van die kant op, maar ik heb wel eens een gesprek gehad met mijn vader toen ik iets ouder was. Van, ik mocht bijvoorbeeld geen vriendje toen ik jong was. Mijn vader wilde dat de studie was heel belangrijk. En ik moet zeggen, dat is ook nooit een ding geweest. Dus soms, want ik had heel veel of heb heel veel respect voor mijn vader. Dus ja, ik deed eigenlijk mijn ding en ik probeerde zoveel mogelijk respect voor hem te hebben. En toen later hebben we ook wel eens een gesprek gehad dat hij zei... Ja, maar ik wil ook niet alles weten wat jij doet. Ja. En dat is in Iran best wel normaal. En dat zie ik bij nichtjes daar. En dat is gewoon normaler daar. Van, ja, weet je, doe maar niet te gek. Maar ik hoef ook niet alles te weten. Nee, dat heeft mijn vader ook. Want dan kan ik met mijn moeder over seks hebben. En dan zegt mijn vader, nou. Ja, maar bij mij werd tot vorig jaar seksscènes weggedrukt op de tv. Nee. Dat soort dingen. Nee. Ja, dat zijn wel echt... En mijn vader is de laatste jaren veel relaxter geworden. Echt wel veel... Wat meer verkaasd misschien. Ja. Maar, of misschien omdat wij ouder zijn. Mijn broertje is nu ook 20. Maar dat soort dingen was bij ons echt wel... Ja, dat was er gewoon niet. Weet nee. Je wel? Jij mocht toch ook niet die boeken Hoe overleef ik lezen? Nee, klopt. Dat was inderdaad... Ik las andere boeken over de oolijke tweeling of zo. Dat mocht ik dan wel. Maar Hoe overleef ik boeken, daar werd ook over seks en over wat voor was het drugs ook werd daarover. Ik weet niet waar dat allemaal, want ja, ik heb ze niet gelezen. Laatst ook was een heel ding op TikTok van iedereen, oh, er is een nieuwe Hoe overleef ik. Ik denk, ja leuk, heb ze nooit gelezen. Nee, GTS-T mocht ook niet. GTS-T mocht ik niet kijken, nee. Ja, en het grappige is dus wel dat ik nu best wel open daarover ben. Ik ben daar niet heel preuts in of zo. En mijn ouders ook niet. Nu kunnen we best wel daarover geintjes maken. En is dat allemaal
Maar voor mijn vader was dat gewoon heel erg toen we jong waren. En dat, ja, daar ben je te jong voor. Ja. En de focus moest altijd studie zijn. Ja. Ik hoefde ook bijvoorbeeld, ik heb het op een gegeven moment wel gekregen, maar ik hoefde geen bijbaantje, want focus op studie. Ja. Dan kan je minder goed studeren als je gaat werken. Ja. Dus ja, mijn vader wilde ons gewoon goed zetten. Dat was gewoon wel gelukt. Ja, met de beste intenties. En ik ben hem daar ook echt wel dankbaar voor. Dat je daarom zo'n beest in bed bent nu, omdat je dingen aan het inhalen bent. Wat wil je hierop zeggen? Ik moet hier mijn lieve leed op... Ik vraag niet wat jij in de slaapkamer doet. Dat wil ik best zeggen. Oké, wat doe jij in de slaapkamer? En in sommige dingen echt heel erg goed. Ja? Heb je oma onderbroek ondertussen de kast uitgedaan? Ik moest zo lachen. Ik zei vorige week tegen mijn fling, tegen mijn schaaltje, zei ik... elke keer piepen we er weer aan. We stoppen, we zeggen elke keer zijn naam, we doen lekker een piepje eroverheen. Maar toen zei ik, ja... iets over mijn onderbroek. En toen moest hij lachen. Toen zei hij onderbroek. Ja. Ik zei, ja, ik zeg onderbroek in plaats van string. Ja, wij hebben hier ook een keer heel gesprek over gehad. Ik zei, je zegt toch geen onderbroek? Zeg dan slipje of zo. Slipje, dat is toch ook heel raar? Nee, ja, zeg gewoon string. Waarom zeg, maar het is geen string, het is een onderbroek. Ja. Ik heb gewoon een beetje zo'n hipster. Mijn boxer. Nee, ik heb zo'n hipster met kant eraan. Gewoon die lekkere van de Hunkemöller, die zo lekker zacht zijn. Ja. Dus... ga ik niet zeggen, mijn string, want ik denk, nee, het is geen touwtje. Maar nee. Ik ga ook niet zeggen hipster. Ik heb nu, weet je wel, hipster. Ja. Ik weet ook niet wat de setting was, heel raar waarom. Dus ik denk, wat bespreek jij? Nou ja, je pakt even, ja, dan met mij weet ik ook niet meer. Volgens mij gaf ik er gewoon een keer kritiek op wat je voor onderbroek aan had toen je nog in je relatie zat. Ja, die kans is groot. Ik hield op een gegeven moment van vrij zacht. Ja, als ik ging slapen, wil ik gewoon lekker zo'n... ja, grotere cartoonen aan. Ik slaap nu ook ineens in een string. Jij slaapt altijd in een string en een BH. Denk, nou, dat is toch helemaal niet comfortabel. En het liefst matchend. Dan voel ik me... sorry, maar dat heb ik van oma geleerd. Nou, ja, denk ik niet dat oma in zulke kanten lingerie... maar misschien vroeger, je weet het niet. Ja, die zei altijd, zeg maar... wat was het nou? Dat stel dat er iets met je gebeurt... oh, ja, en ze moeten je blouse opentrekken... dan moet het wel matchen. Ja, stel je krijgt een ongeluk of zo... ja, dan moet het wel matchen. Dus wel zorgen dat je voor de dokters er dan ook netjes bij hebt. Dus ik heb wel altijd matchend aan. Ja, dan weet je een beetje hoe wij zijn opgevoed. Ja, op dat maar moment. Ik moet zeggen dat mijn... mijn laadje met lingerie... een upgrade gekregen. Ja, het is ook wat smaller geworden, want het is minder stoflichter. Nee, minder plek in beslag. Ja. Ik weet ook nog, toen jij echt net vrijgezel was, kreeg ik ook een berichtje. Oké, wat moet ik allemaal van Skims hebben? Ja, wat moet ik van Skims hebben? Moet ik nog dingen bij Christine Ledruc halen? Ja. Welke Hunkemöller setje moet ik hebben? Ja. Oma zei ook altijd, als je een setje koopt, moet je 2 van de broekjes nemen en 1 van het BH. Want de broekjes wissel je vaker. Wees, echt? Zei oma altijd. Ik doe dat dus... automatisch, ja, altijd 2 broekjes. Ik heb dat ook altijd gedaan, want ja. 2 onderbroeken. 2 slips, 2 hipsters. Ja. Ja. Om even af te ronden, terugkomend op de blessings and the worries. Leuk voor zonne-sje. Bedankt. Als je, we hebben het erover gehad, ik ben een beetje zoekende en dan vooral met balans. Hoe ben ik een leuke vriendin voor mijn vrienden, voor mijn vriend, voor werk? Hoe ben ik een leuke dochter? Hoe ben ik fit? Hoe eet ik gezond? Dat is iets wat ik heel lastig vind momenteel. Dus ik vraag eigenlijk aan al mijn gasten, wat doe jij om een beetje balans te houden? Oké, hoe vind ik balans? Ik denk dat ik degene ben die daar het minst goed antwoord op kan geven. Omdat ik zo in highs en lows leef. Voor mij heeft routine meer balans gegeven. Dus toen mijn leven heel veel reizen was en in extreme... was ik er slechter aan toe dan dat ik een wat meer constant leven leid. Dus gezond eten is echt... als ik dan... heeft Shea bij mij geslapen... dan ligt er weer een of andere Snickers naast het bed. Ik heb dus een logeerkamer bij Vief. Ja. En toen vond ik dus zo'n leeg Snicker hoesje. En toen dacht ik, ja, schat, tuurlijk heb jij hoofdpijn als je dit zit te vreten. En ga je jezelf slechter voelen. Want ik weet gewoon, als ik heel veel suikers heb gegeten, of heel ongezond. Ongezond is McDonald's met daarna nog een, hoe heet het? Bubble tea en tompoesje. Dat dan weet ik gewoon, echt als iets wat jij zou doen. Ja. Ja, dan heb ik gewoon de volgende dag, voel ik me gewoon echt een stuk slechter. Mm-hmm. Ik heb gisteravond trouwens ook snoep op. Nou, in ieder geval, voor mij is dat... beste ritme, tip is gewoon meer regelmaat creëren,
proberen gezonder te eten, ook op regelmatige tijden. Jij kan ook gewoon de hele ochtend niet eten om dan 's middags heel veel te gaan eten. Mm-hmm. En bewegen. En nog ineens sporten om af te vallen of wat dan ook. Gewoon naar buiten. Bewegen. En ik ben gaan boksen voor mijn agressie en zo. En dat is... Daardoor heb ik meer balans in mijn leven kunnen krijgen, denk ik. Maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds in het proces. Ja, maar ik denk dat dat een proces is die we eigenlijk allemaal ons hele leven hebben. Mm-hmm. Maar je hebt misschien wel wat tools op een gegeven moment die je erbij helpen. Dus dat is meer waar ik momenteel een beetje in zit. Ik denk uiteindelijk ook dat je het nooit helemaal uitvogelt. Hoeveel... therapie of wat je ook allemaal doet, dat je het eigenlijk alles wat overal wordt gezegd gaat gebruiken. Ja. En alsnog kan er iets in je leven gebeuren waardoor je even onderuit gehaald wordt en uit balans raakt. En dan is het ook goed. Ja, klopt. Dan gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel, schatje. Heel erg bedankt. Ik vond het gezellig. Jou. Zo lief. Ja, is toch leuk? Ik zou het heel leuk vinden om samen een podcast te beginnen. Dus als jullie daar interesse in hebben, dan horen we het graag. En anders kan jij lekker in je eentje door. Of ik nodig je nog een keertje uit. Ja, elke dinsdag doen we eentje samen. We hadden zelfs ooit nog het idee om, toen jij, zeg maar... Ik was nog single. Was ik nog net single? Ja, we hebben ik het, was bijna single. Ja, zeg maar toen in die periode dat jij voelde dat je single ging worden en ik het nog net was. Had over, ja, ik zat ook wel lachen. Maar goed, ja, ik ben nu heilig boontje. Dus, En ik eigenlijk ook een beetje. Ja, dat is waar. Heel saai. Dankjewel, schat. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en kijken. En ik vraag dus aan mijn gasten of ze met mij weer willen afsluiten. Dan moeten we nog een marketing dingetje erin gooien. Voor elk merk wat denkt, nou, wat doet Sheila dit leuk. Je kan Scala even mailen. Want wij zorgen voor een leuke samenwerking. En dan word je genoemd. En dan, nou, je wil niet weten wat ze allemaal verkoopt. Schaam me dood. Sorry, ik ben een manager of ben het niet?